Goedenavond, dames en heren. Dit is Café Weltschmerz. Mijn naam is Erik de Vlieger. En dit keer afdeling spannende verhalen weer. Want ik heb een hele spannende gast. Een praktiserend moslim. Een moslim met een Friese vader en een Marokkaanse moeder. En ook nog eens een CDA-raadslid in Eindhoven. De naam is Ibrahim Wijbinga. Ibrahim, welkom. Dankjewel, Erik. Ontzettend leuk dat je hier naar het verre Amsterdam wil komen. Ja, dankjewel. Ibrahim, in onze reis, in ons gesprek, wil ik ontzettend graag beginnen met iets waar ik bijzonder nieuwsgierig naar ben. Een Friese vader en een Marokkaanse moeder. Ja. Hoe is dat gegaan? Kan je daar iets van vertellen? Ja, daar kan ik wel iets van vertellen. Mijn vader is vierde generatie, of ik ben van de vierde generatie dan in Eindhoven. Mijn vader is in Eindhoven geboren en is opgegroeid in Friesland. Omdat mijn overgrootvader, die was al in Eindhoven geweest voor de crisis. Crisis van de 30 jaar bedoel je? Van de 30 jaar, om in Eindhoven te werken. En Frits Philips wilde ook vers protestants bloed in het katholieke Eindhoven, omdat die werd tegengewerkt, met name door de kerken. En zo zijn ze toen in Drentsdorp terechtgekomen. In het Drentsdorp? Ja, dat is een enclave, zeg maar, of een wijk. Dat heet nou dan gewoon een wijk. Dat heet Drentsdorp. En daar kwamen alle Friese, Groningers en Drentenaren, die kwamen daar te wonen. En waren dan ook arbeider in Eindhoven. En vaak ook hele grote gezinnen. En je moeder? Mijn moeder is een Marokkaanse. Die werkte in het ziekenhuis in Meknes. En mijn vader heeft een auto-ongeluk gehad daar op vakantie. En toen kwam hij met zijn gebroken poot. In Marokko? In Marokko. Met zijn gebroken poot in het ziekenhuis. En zo hebben ze elkaar leren kennen. Dus technisch gezien is mijn moeder een importsbruidje. Wat gaaf. Ja. Dus je vader had een auto-ongeluk in Marokko. Ja. En hoe oud was je vader toen? Ik denk 27 of zo. Goh, en je moeder? Ook rond die koers. Ja, mijn moeder is een laadbloeier. Okay. Nou, ze is 27 toen ze mij kreeg. Oké, okay. Ja. Nou wil ik toch even weten. Ja. Dan heb je dus een Marokkaanse familie in Marokko. Ja. Ja, het is niet derde generatie gastarbeider, zeg maar. Ja. En je hebt een hele Friese, Eindhovense, Drentse. Dan komt er opeens een moslima. En je moeder was een moslima. Ja. En die is moslima gebleven. Ja. En je vader een ongelovige? Nee, mijn vader is moslim geworden. Ja. Je vader is maar van het liberale soort. Nee, wacht even. Nou, ja, dat wil ik niet hebben in dit gesprek. Nee, dat zeg je mij te vaak. Ja. Ik heb je doorgelezen, gespit. Ja, ja. Maar het interessante is, ze gaan van elkaar houden. Ik ben verliefd op je. Ja. Ik heb ook wel een paar technische vragen. Dat kan ik niet maken. Nee, ja. Goed. Ja. Ja. Maar en dan gingen ze trouwen. En konden ze alleen trouwen als je vader moslim was? Moest dat van de familie? Ja, dat moest van de familie. Wauw, dus je vader houdt enorm veel. Leven ze nog? Ze leven nog, ja. Nog steeds. Allebei in Eindhoven. Bij elkaar? Bij elkaar nog steeds. Dus je vader was zo verliefd dat hij moslim werd? Ja. En geloofde er niet in natuurlijk. Hij wilde gewoon met je moeder gaan, hè? Ja, maar ja, kijk, ik moet wel zeggen, kijk, mijn vader komt uit een gereformeerde familie. Dus een deel van mijn familie is gereformeerd. En dus het geloof zat er wel in. Alleen mijn vader is wel langzaam, hoe ouder hij is geworden, heeft hij de kerk verlaten. Een andere oom van mij die is katholiek geworden. Goed, het geloof speelde wel een rol binnen de familie van mijn vader, ook natuurlijk qua politiek. Ja, maar hij werd moslim, dat vind ik wel. Hij werd moslim. Wat zei ze de rest van de familie ervan, dat hij gek was? Nou, dat was wel tegenwerking, van allebei de families trouwens. Want mijn vader heeft rood haar en blauwe ogen. Dus dat is niet iemand die zo even kan wegmoffelen van, ja, dat is een Marokkaan uit het noorden, die zijn wat lichter. Nee, mijn vader was gewoon echt, als je hem ziet, is het gewoon... Dus was er conflict? Was er conflict in die families? Of ja, omdat met name, ik denk vanuit mijn Marokkaanse familie dat ze het verwachtingspatroon natuurlijk is dat mijn moeder met een Marokkaan ging trouwen. Ja. En vanuit de familie van mijn vader was de verwachting dat hij niet met een buitenlandse zou komen. Heb je daar wel eens last van gehad in je opvoeding? Nee. Nee, ook niet van de familie? Want je opa, ja. Ik neem maar van je moeders kant, heeft je op het moslim-idee gebracht, ja, hè? Hoe oud was klopt. Je toen? Toen was ik 12. Misschien nog wel 10 zelf. Nee, 12. En ik moet wel zeggen dat, kijk, wij zijn altijd als moslim opgevoed. Alleen ik heb een beetje de indruk dat het niet zo'n ding was vroeger als je een Marokkaanse moeder had. Ja, maar het is ook steeds erger geworden.
Dat wordt erger, dat wordt steeds heftiger. Ja, maar ik moet me af en toe, misschien komen we er dadelijk wel een keer op. Maar, dus voor mij, ik ben gewoon, ik heb gewoon een normale jeugd gehad. Heel veel mensen noemden me Bram. Ja, dus Brammetje Wijbega. En daar ben ik nog steeds voor een heleboel mensen. Ja, maar kijk Ibrahim. Ja. Weet je waarom je hier zit? Kijk, omdat ik enerzijds, als ik nieuwsgierig over mensen word, mm-hmm. dan vraag ik altijd hier bij Café Weltschmerz of ik ze mag interviewen. Ja. Maar er moet ook iets zijn qua toekom. Jij flirt. Nee, dat is geen aardig woord. Jij wil ooit landelijk CDA in de Tweede Kamer komen. Dat is je ambitie. Dat zeg je wel half, maar dat is gewoon je ambitie. Klaar uit. Niet zeuren erover. En als ik Ibrahim Wijbega met een beeldspraak moet typeren, dan zie ik een man die, ik heb een schip en ik heb nog een schip. Hij staat er met één been in op en een andere been daarop. Die schepen drijven iets meer van elkaar. Dat ene schip is de westerse wereld. Ja. En het andere schip is de moslimwereld. Ja. En je staat met elk een been sta je op een schip. Dat klopt. Ja. Ja. En ik zie jouw spagaat. Ja. Ik zie ik zie jou soms worstelen daarmee. Hoe vind je die? Is die ooit wel eens tegen je gezegd? Zeg alsjeblieft nee. Ik zie je worsteling, man. Ja, maar ik denk ook dat wel dat het wat de strijd is. En ook dat de strijd is. Kijk, als je het nou bijvoorbeeld over mijn ouders hebt. Wat vroeger niet het geval was, Erik. Was dat, kijk, wij hebben een schotel. Alle kinderen zijn uit huis. En mijn moeder kijkt de hele dag schoteltelevisie. En mijn vader is nog steeds die man die met mijn moeder trouwde. En die zit er dan naast. En dan gebeurt er iets op televisie en dan begint ze te lachen. Omdat er iets op die Arabische een soap, dat er iets aan had. En mijn vader, die begrijpt er niks van, maar die zit daar wel. En ik zie dat ook in mijn eigen... Ja, maar je hebt het nu over de liefde. Je hebt het nu over de pure vorm van het bestaan. Ja, maar ook van wat ik vroeger niet 1, 2, 3 zag. Was dat mijn moeder weer terug richting haar roots gaat. Ja. Meer dan dat ik bewust heb meegekregen. Ja. En dan vind ik dat heel apart om te zien. Ja, maar mag ik die even parkeren? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Mag ik die even parkeren? Want je begint... Ja. Maar als je het vervelend vindt, moet je het zeggen. Ik begin een beetje over je worsteling. En je begint een verhaal over een schotel op te hangen. Ja, maar dat is dus van... Dat, ik zie dat. En dan zie ik ook natuurlijk de realiteit ook op straat. Met jongeren, maar ook in het publieke discours. Jij, Ibrahim, ik wil het over jou hebben. Ja. Ik zie een man waarvan ik denk, want ik hoor je praten, ik lees interviews, ik denk, die kerel is for real. Ja. Ja, die zegt tenminste wat, of ik het met je eens ben in de tweede, maar je bent for real. En je durft je ook uit te praten. Ja. Ja. Maar je weet de politiek, dan moet je in een kamp zitten. Ja. Ja? Dan moet je vaak naar boven likken. Ja. Helemaal met Sibron Buma. Waar je bent, dan ga je natuurlijk niks over zeggen. Nou ja, en heb je het andere vragen. Kamp met de moslims, of het nou gematigde of extreem is, interesseert me geen zak. Ja. En jij staat daar, zo, en die boten, die gaan steeds... Ja. En ik zie die spagaat. Ja. Hoe moeilijk is dat voor jou? Af en toe wel moeilijk, ja. Want kijk, precies over wat je zegt ook over dat likken of wat dan ook. Hè. Soms gaat het ook wel eens over je credibility. Hè? Ja. En ik vind dat heel belangrijk. En ik wil ook for real zijn en blijven. Ja. Gewoon wie ik ben. En als ik misschien dingen voor mijzelf makkelijk zou maken, zou ik me anders moeten profileren misschien. Ja, je maakt het, dat vind ik bewonderenswaardig. Ja. Je maakt het, ik heb scheid aan. Snap je wat ik bedoel? Je maakt het, je wordt op beide kanten zo uitgescholden, zie ik op Twitter. Ja, ja, ja. En je maakt het jezelf niet makkelijk. Daar ga ik zo over hebben hoe dat in het CDA-programma past. Want dan gaat natuurlijk ook het woord aan het CDA-recht. Ja, vandaag, ja. Sibron Buma. Maar je bent dus een moderne moslim, mag je ook weer niet zeggen. Je bent ook geen gematigde moslim. Nee, je bent gewoon een moslim. En ik merk in interviews, dan gaat iemand, ze gaan een hokje voor je vinden. Ja, maar dat is Nederlands. Ibrahim Wijbega, gematigde moslim. Ibrahim Wijbega, intellectuele moslim. Ook niet, wil ik allemaal niet. Dat wil je allemaal niet, dat snap ik ook. Nee. Dat snap ik ook. Nee. Ik ben gewoon Ibrahim of Brammetje Wijbega uit Eindhoven, die een Marokkaanse moeder heeft. Ik voel me ook Marokkaans, ik heb Marokkaanse nationaliteit. Ik ben trots dat ik moslim ben en ik maak me een enorme zorgen over Nederland. Daar maak ik me heel erg zorgen voor. Dus het is ook in dat opzicht ook een persoonlijk verhaal. Weet je wel? Met name als ik jongeren zie die zich niet thuis voelen. En terwijl dat ik toen ik jong was, was ik niet met politiek bezig. Toen hadden we hadden het een Centrumdemocraat hadden we en daar sprak iedereen schande van. KVP nog?
Ja, daar heb ik net niet meer meegemaakt. Oh. Dus ik ben van in dat opzicht van het CDA. Maar ja, dat... Ja, dat die tweedeling of het verruwde maatschappelijke debat was er toen nog niet. Nu wel. Ibrahim, mijn beeldspraak is natuurlijk in jouw geval wel aardig gevonden. Omdat jij zegt ook dat die twee schepen, die twee gedeelten van onze maatschappijen, en langs beetje bij beetje, een beetje van elkaar afdrijven. Dat idee ja. heb ik. Ja. Ja, ik heb... Of praat het onszelf wel eens aan? Want ik ben in het buitenland geweest, hè? En ik wil af en toe niet vervlakken, want we hebben hier ook problemen. Maar soms, toen ik terug uit Amerika kwam, toen had ik wel een gevoel van, oh, waar hou ik toch van Nederland? We hebben het hier goed. We hebben het hier al goed in Nederland ten opzichte van Vlaanderen of Duitsland. Hè? Ook het discours als we het over, en ik wil daar niet te veel over met jou over hebben, maar als we het over Syriëgangers hebben, dan hebben we het nog steeds over onze jongens. Dus dat is er wel. En toch zie ik aan de andere kant... Nou ja, goed, jij bent verleden week in de Schilderswijk geweest. Ja. Toch zie ik een heleboel jongeren... Als ik ze zou vragen van wie is hier een Nederlander in de klas... dan zouden ze hun hand niet opsteken. Ik heb inderdaad, ik zal even een kijker verklaren. Ja. Ik heb zaterdag in de Schilderswijk een presentatie gehouden... voor Marokkaanse jongeren. En die wilde ik hoop geven. En het thema was hoe word je een Marokkaanse miljonair. Dat is wel grappig. En er waren gastjes van 12, 13. Dus de echte moeilijke leeftijd. Ja, om je eerlijk te zijn, ik heb een heerlijke middag gehad. Ja. Ja, ze hebben me gevraagd of ik ook wel eens wat gestolen had. Of dat ik ook wel eens drugs gebruikt had. Of dat ik ook wel eens een keer... Ja. Het allermooiste vraag is, heeft u wel eens voor een vrouw betaald? Ja. Ik zeg, jongen, ik betaal mijn hele leven al voor vrouwen. Ja. Ja? Dus ik heb een fantastische ervaring met die gasten. Maar Ibrahim Wijminga zit hier. En ik zou het zo leuk vinden. Dat zou ik echt leuk vinden als je in de Tweede Kamer komt. Mm. Voor welke partij dan ook. Ja. Ik denk dat de CDA, vooral de CDA, jou gaat verplichten om een keuze te maken om even in die schepen te staan. Ja. En dan wordt dat moeilijk voor mij. Heb je die hint wel eens gehad? Nee. Want je zou eigenlijk voor het CDA ingezet moeten worden als de verbinder. Jij zou in de Tweede Kamer juist die verbindingsfactor kunnen zijn. Dat idee heb ik. Mm-hmm. Zien ze dat ook? Nou kijk, ik word wel voor een heleboel dingen word gevraagd. En met name over de actualiteit. En met name over de spanningen die er zijn. Maar dan met name gericht op Syriëgangers. Door wie word je gevraagd? Pieter Heerma. Ja, van het CDA. Ja, van het CDA. Ja, ja, ja. Pieter Omtzigt. Kijk, Sybrand Buma, die zie ik morgen toevallig. Maar ik moet ook zeggen, ik deel ook mijn kennis ook met andere partijen. En dus dat is niet exclusief voor het CDA, maar zij vragen mij ook. Sybrand Buma, die volg ik, want ik volg alle partijleiders. Ja. En ik zie een man, en als ik zijn cv bekijk, heeft hij bij het Openbaar Ministerie als ambtenaar gewerkt. Is toen vervolgens lid jong van de CDA geworden. Is nu de baas van het CDA. Ja. Heeft volgens mij geen enkele praktijkervaring. Is altijd als ambtenaar bezig geweest. Heeft hoogstens een huis gekocht in zijn leven. Ja. En een windje gelaten onder de dekens, omdat zijn vrouw er niet naast lag. Ruiken. En dat is Sybrand Buma. Jij bent de straat. Ja. Maar, ja, is een Sybrand Buma niet te bang voor jou? Nee, volgens mij niet. Alleen, laten we zo zeggen. Kijk, er is wel eens... jij en ik twitteren veel. Oh. Jij en ik twitteren veel. En het is wel eens geweest, zeker toen ik nog meer politiek actief was dan nou... dat Sybrand wel eens even heeft gebeld. Ja. Dus... Maar ja, goed, kijk, niemand kan mij, en dan zeggen, er zijn wel meer mensen die mij hebben gebeld. En dan zeggen ze altijd wel heel netjes van, ja, we kunnen jou niet verplichten. Maar ja, goed, als er dus dingen spelen, en ik had volgens mij een tweetje geplaatst over Erdogan. Wat mij betreft zat hij goed toen hij daar op de Taksimplein die grijze wolven en die voetbalhooligans van het plein afsloeg. En ik zei, ga er maar met de lat eroverheen. En toen kreeg ik wel wat druk. Ibrahim. Maar ik kan het wel blijven zeggen hoor. Maar kijk, je zit hier bij Café Weltschmerz. Ja. En die willen de wereld een stukje beter achterlaten. Al is maar een klein stukje. Ja. En die zagen in mij een interviewer. In het begin was ik een zak hooi van interviewer. Maar gaandeweg ben ik wat scherper geworden. Ja. En ik heb leren luisteren naar de gast. Ja. Jij zei iets echt heel interessants. En dan weet ik niet of ik daar maar mee doorgaan. Ja, dan mag je. Wie belde er dan? Sybrand Buma, die belde mijn... I like it that you say it. Ja, die belde mijn fractievoorzitter op dat moment.
En, techniek komt wel goed dat hij opleidt. Aan de ene kant goed dat hij opleidt. Ja, nou ja, maar goed, ik ben en dan werd ingegeven door een Kamerlid. Dus ja, ik ben wel heel open, hè, tegen jou, maar ik ben gewoon een boerenlul, dus sorry. Kijk, Ibrahim, ik heb je goed ingeschat. Ja. Weet je, jij bent een emotionele gast. Je hebt dat Marokkaanse emotionele en het, misschien even het Calvinistische Nederlandse. Ja. Er zijn weinig mensen die gezegd zouden hebben dat ze door Sybrand Buma gebeld zouden zijn om in de partijpolitiek door mee te lopen. Hm. En je kan je afvragen, we kunnen hier lacherig over doen. Eén, is het prachtig dat je het zegt. En twee, snap ik Sybrand Buma ook wel. Natuurlijk. Want als je iemand van de partij hebt die zomaar eventjes... En het CDA predikt geen geweld. Als jij zegt, ga er met de lange lat overheen. Ja. Kan je iets te ver zijn gegaan? Ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik vind het wel prachtig dat je het vertelt. Maar zo gaat dat wel eens, hè? Nee, hoor. Kijk, het gaat ook om belangen. En toen zijn er ook wat PvdA-collega's die kregen op een falie binnen hun partij. En toen kwam ik als CDA boven poppen van, hey, daar is ook iemand die daar iets van vindt. En nou ja, goed. Kijk, ik ben niet iemand die expres de controverse opzoekt. Maar ik reageer ook wel eens op actuele politiek. En ja, als je het mij vraagt... Wacht even. We gaan Sybrand laten zitten. Okay. Want ik heb nog te veel te behandelen. Ja, is goed. Ja? Ik wil dat je vinger omhoog steekt. De grondwet, niets meer aan doen. Jij belooft dat de Koran nooit zal prevaleren boven de grondwet? Nee. Dat zijn waarvan akte. Ja. Nou, nu hoeft niet meer nu. Oké. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben Partij voor de Dieren, hardcore. Ja. Marianne Thieme. Rituele slacht. Rituele slacht. Ja. Ja, dan hebben die CDA-senatoren in de Eerste Kamer weggestemd. Ja, daar heb ik ook een bijdrage aan mogen leveren. Wat vind jij ervan? In dat opzicht, Erik, ik heb heel veel respect voor Marianne Thieme. Maar ik vond dat wel iets ik voelde me als persoon voelde ik me gepakt met dat wetsvoorstel. En dat is echt een persoonlijk verhaal wat ik nou zeg. Je staat nu lijnrecht tegenover mij. Ja, dat weet ik. Maar gelukkig kunnen we in dit land debatteren. Ja. Maar ik denk als de rituele slacht, als de Partij van de Dieren, jullie... Marianne Thieme en haar team dat door hadden gekregen, dan had ik mij misschien minder een stuk thuis gevoeld. Ik vond dat echt een aanslag op mijn zijn. Waarom vond je dat? Ik weet niet. Ik vond het... Jij vond dat je een geit zo lekker kan pakken en niet verdoven, zo... Dat te verbieden, vond jij een aanslag op jouw zijn? Ik vond Ibrahim? Het, ja, ik vond het een zijn, omdat halal eten is voor ons belangrijk. En, egoïst. Nou ja, maar ik vond er op een gegeven moment, er stond een beeld op een gegeven moment over van dat wij ontzettend verschrikkelijk met onze dieren zouden omgaan. Die zijn wij, Joden en Islamieten, hè? Ja, hallo? Ja, Joden en Islamieten. En dat is niet zo. Is dat niet zo? Een dier onverdoofd nek afsnijden vind jij normaal? Terwijl het tegen het geloof is, wat 1500 jaar geleden geschreven is, toen er nog geen verdoving bestond. Ja. Dat het beestje een prikkie te geven. Ja. En dan zijn nek af te snijden, is dat te veel moeite? Ibrahim. Maar ik kwam echt in dat opzicht in gewetensconflict. In de zin van, ik ga ervan uit dat de shogheet degene die bij de moslims de rituele slacht uitvoert, dat ontzettend goede professionals zijn. En je weet, het is een... Wij mogen niet zomaar vlees eten en wij mogen dat alleen doen met verlof van God. Ja, ik wil nou niet de theoloog uithangen, maar ik had echt zoiets van, jeetje, niet mevrouw Thieme krijgt een kamermeerderheid, wat mij betreft, op hele verkeerde gronden. Iedereen met zijn eigen... Mag ik eens de theoloog ophangen? Ja. Zal ik tegen jou nu eens de theoloog ophangen? Ja. Ga ik je uitleggen. Wanneer is de Koran geschreven? 1500 jaar geleden, pak een beetje. Ja. Sinds die tijd heeft Allah... Ja. Heeft de verdoving uitgevonden. Anders had hij het niet toegestaan. Ja. Ja? En omdat de verdoving is uitgevonden door Allah, inshallah, kunnen we dat toch wel gebruiken? Of heeft degene die verdoving heeft uitgevonden in 1800, weet ik veel, 20, een foutje gemaakt? De Koran beledigd door verdoving uit te vinden? Nee, natuurlijk niet. Nou, dan ben ik toch de theoloog in deze? Ja. Zou je dat misschien kunnen prediken bij de imam, dat hij in Eindhoven dat... Kan het altijd een balletje opwerpen. En heb dat ik wil een ik punt? Ook wel graag. Ja, je hebt een punt. Weet je wat het is? Maar ik zeg ook niet dat die mevrouw geen punt had, hè? Of dat die partij geen punt had, hè? Want er zijn ook verbeteringen doorgevoerd. En dat heeft een hele discussie. Maar ik dacht echt op een gegeven moment van, ja, maar flik je ons nou? Waarom? Dat had ik letterlijk. Ja, ik had echt zoiets van, we worden gewoon gepakt. Dat gevoel had ik. En dan kom je weer bij mijn punt. Ga je naar het ene schip,
van de moslim die altijd beledigd is. Nee, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Ja, je voelde het persoonlijk dat je gepakt wordt. Ja. Terwijl Marianne Thieme uitgaat van die arme geit. Die zijn strot wordt afgesneden. Ja. En jij voelde je persoonlijk aangepakt. Ja, ik voelde mij persoonlijk. Je komt bij een wezenlijk ding. Ja. Kijk, ik ben tegen het woord dobberneger. Ja, dat vind ik een rotwoord. Ja. En dan vragen mensen, je mag toch alles zeggen in Nederland? Ja. Nou, ik zeg, tuurlijk mag je alles zeggen. Maar we kunnen toch wel een beetje rekening met die mensen houden. Om dat zo uit te spreken. Ja, als iemand tegen Zwarte Piet is, nou weet je, dan maken we gekleurde Piet. Ja. Doe ze dat plezier. Nee, dat is het weggeven van onze waarden. Jij reageert ook zo. Ja, maar ik vind het wel iets om voor te vechten. Om daar een... Voor te vechten? Ja. Ibrahim, je kan mij toch wel een beetje een plezier doen? Ja. En zeggen tegen die imam dat die verdovingsspuit die uitgevonden is op last van Allah is gebeurd. Die gelooft dat toch wel. Die gelooft ook in een boekje van 1500 jaar geleden. Ja. Kan je dat voor ons doen, Ibrahim? Ik kan wel het balletje opgooien. Zie je wel dat je een goede man bent. Ja. Wil je ook tegen Sybrand Buma zeggen dat ik vind dat jij de verbinder bent in de Tweede Kamer? Ja, ik zal Want er komt een coalitie over 10, 15 jaar. Waar ook, dat we ook met islamitische mensen coalitie moeten maken. En dan ben je hard nodig. Ja. Maar dan moet je wel iets anders opstellen met de rituele slacht. Maar dat is een andere vraag. Goed. Hey, Ibrahim, wat ik ook zo'n prachtig verhaal vind. Je bent van het van de SP naar de CDA gegaan. Ja. Omdat ik Jan Marijnis, dat was... Nou, laten we zo zeggen, mijn vader heeft ook gezegd, je moet nooit lid worden van een politieke partij. Maar Jan Marijnissen, dat was toen hij in de Kamer zat, dat is ik denk medio jaren 90, 1994, 95 of zo. En toen vond ik dat een van de mensen, dat ik denk van, nou die hele suffe Tweede Kamer, nou dat is nou iemand die het zegt waar het op slaat eigenlijk. Echt iemand van de grassroots en ja, die zich in feite gewoon helemaal omhoog heeft geknokt en vanuit Os toch een landelijke partij heeft weten. Waarom ben je weggegaan? De Marijnissen voor real is Ja, omdat ik op een gegeven moment dat hele schreeuwen van Agnes Kant was dat volgens mij. Ik was daar en ook, ik ben een keer bij een ledenvergadering geweest en nou kan ik dat dan wel zeggen van, er zat een of andere Stalinist die zat daar. Ik weet niet meer waar we over aan het discussiëren waren, maar de voorzitter, en toen zat daar die Remy Poppen, die was als gast uitgenodigd. Heb je er eentje te pakken? Ja, maar Remy Poppen en de gasten, waaronder ook ik zelf, we konden dus niks meer inbrengen, want de voorzitter deed letterlijk dit en hij ging achterover en toen was de vergadering af. En toen dan was ik zo op afgeknapt, dat ik dacht van ja, dit zijn dan de mensen van die over volksverheffing en weet ik veel wat. Ben je weggegaan en toen ben je naar het CDA gegaan? Ja, en toen, nou, ik ben gevraagd. Maarten Roepen. Wie is dat? Dat is nu de burgemeester van Nuenen. En ik ben met zijn broertje zat ik vroeger in de klas, dus ik kwam er als kind aan huis, kwam ik daar binnen. Oké, maar even nu de laatste, gaan we zelf 25 minuutjes bezig. Ja. Hoe krijgen we jou in de Tweede Kamer? En wij is Nederland. Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ja, maar Sybrand Buma moet wel iets durven. Je moet hem morgen wel iets uitleggen. Ja. Sybrand Buma vind ik een man die het tot zijn vak heeft gemaakt om geen beslissingen te nemen die risicovol zijn. Ben jij het niet mee eens? Verwacht ook geen antwoord van je. Moet je ook niet doen? Beter van niet. Zo kijkt hij nog. Ja. En of anderen kijken voor hem. Nou ja, of anderen kijken. Maar jou in een fractie op te nemen in de toekomst, CDA, is dat groeien? Ja. Daar heb je voordelen en nadelen. Die nadelen zouden van Sybrand Buma wel een te groot risico kunnen zijn. Maar je hebt hele grote voordelen. Want ik denk dat jij een verbinder bent. Mm-hmm. Ik denk echt dat jij een verbinder bent. Ja. Maar je bent geen stemmentrekker. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik weet ook niet hoe dat zou zijn op campagne binnen de moslimgemeenschap, hoeveel stemmen ik zou krijgen. Daar heb ik ook verder ook geen ervaring mee om zo campagne te lopen. Maar zo wil ik me ook niet profileren als de moslimkandidaat. Nee, moet je ook dan niet wil ik, nee, dat wil zeg ik ook die twee schepen. Ja. Daar moet je toch over nadenken. Ja, maar goed, kijk, een stemmenknon. Kijk, ik ben iemand die... when the shit hits the fan, dan ben ik er. Ja. En daar ga ik graag op uit. En dat is ook altijd mijn werk.
Mijn werk geweest. Er zijn ook mijn interesses, zijn dat ook altijd. En dat is ook mijn integriteit. En dat is ook mijn koken vrij vest. Kijk, ik volg ook Pieter Omtzigt op Twitter, Facebook en dingen. Maar die pakt alleen maar de populaire onderwerpen waar 90% van het volk er mee eens is. Ja. En wordt dan vervolgens, moet je geen antwoord op geven, collega van je. Ja. Ja, er is alleen maar iemand die pakt al die makkelijke onderwerpen. Ja, een schande, roept iedereen. Mm. En dan komt opeens Pieter Omtzigt met kamervragen. En dan zeggen alle mensen, ja, kijk, kamervragen heeft hij gezegd. Wat een goede politicus. Mm. Ik vertrouw die gast niet. Ik vertrouw hem niet. Ja. Ja? Maar jij durf je tenminste uit te spreken over ja. jij maakt geen vrienden. Ik hou van mensen die geen vrienden maken. Ja, dat weet ik. Alleen dan kom je weer met Nederland in conflict. Dat maakt dus ook af en toe een probleem van dat je een te sterk profiel al hebt. En dat mensen jou niet willen uitnodigen. Of dat mensen je lastig vinden. Of dat mensen, nou bijvoorbeeld ook over de actualiteit, dat mensen gewoon beveiligd moeten worden. En daar val ik ook onder die mensen. Word jij ook beveiligd? Ja. Gadverdamme, ja. En dat zorgt ook voor spanning ook binnen mijn eigen familie. Dat mensen ook zoiets hebben van, wat doe je het eigenlijk allemaal voor? Ja, ik vertel me niks met familie eigenlijk. En ook met de toekomstige werkgevers kan dat moeilijk zijn. Van, oh ja, als je wij gaat binnenhaalt is het probleem. En dan maar dat is niet zo. In dat opzicht kan ik wel in de lijn lopen. Alleen, het is een stukje waardering. Is niet alleen van je krijgt een bepaalde positie of weet ik van dan kun je daaruit doorwerken. Maar een steun af en toe is daar wel onomkoopbaar. Ik moet wel zeggen dat het in dat opzicht de CDA voor mij goed is. Fijn. En dat fijn. Ook de fijn. Mensen met wie ik loop te sparren ook goed voor mij maar zijn. Maar zeggen die ook wat ik jou net zei allemaal? Sommigen wel, ja. Ja? Ja, sommigen zeggen ook wel eens van trap niet te veel tegen schenen aan. Nee. Of weet ik van. Kijk, ik ben niet zo, bij wijze van spreken iemand die als een olifant in een porseleinen kast gaat. Een neushoorn. Ja, maar ik wil wel authentiek blijven. Ja, ja. Weet je wel? En dan niet van, we zoeken de controverse op of we zoeken een relletje op en kijken op de Twitter-account van Wijbega als we daar iets uit kunnen halen. Nee, maar vanwege je achtergrond, je opvoeding, je ouders, zit je ook, dat heeft zich doorgeëxtrapoleerd nu ook in je politieke leven. Ja, ja, ja. En dat vind ik het interessante van het Ja. Ibrahim Wijnberg, ik vond het een fijn gesprek. Ja. We praten nog even na. Ja, gezellig. Ja. Ja. Want ik vind. Ik hoop dat mensen nu gezien hebben een beetje wie wat je bent. Dat is belangrijk. Mm. Ja? Heb je daar een goed gevoel over? Ja, ik heb een goed gevoel over. Want ik dacht, wat gaat er worden? Ik weet dat sommige mensen hier gefileerd worden. En andere mensen. Andere mensen die worden een beetje nat onder de oksels. Kijk, weet je, Ibrahim. Ik begon als een interviewer, ook als een olifant in een porseleinkast. En toen was Pim van Galen van Nieuwsuur, die zei tegen me, ja, je moet misschien ook eens een keer nieuwsgierig worden in wat mensen te vertellen hebben. Ik zei, dat is een goeie. Ja. En we hebben een goede redactie op Café Welsmans, maar we doen het weekend hiervoor, en dat vind ik leuk. Doe ik ook redactie, en dan ga ik over je lezen. En op een gegeven moment ontstaat er een grid. En mijn grid was, wie is Ibrahim Wijnberga? Ja. Want je zit in die twee werelden, en het is verdomde moeilijk voor jou. Het is verdomde moeilijk. Ja. Maar het kost ook wel af en toe, weet je wel. Dat het kost... Energie of? Nou ja, niet alleen energie. Het kost ook, het kan je reputatie kosten. Ja. Je weet ook, binnen 160 tekens, in Den Haag is een mevrouw die zijn carrière aan. Dus in dat opzicht van, ik heb ook vijanden die ik niet ken. Ik heb jou verrot gescholden zien worden op dingen. Ja. Als jij, zelfs als jij over de islam een oordeel geeft, komen de islamofoben die nog zeggen, hij liegt. Ja, ja, ja. Takia. Nou. Ibrahim Takia ingaan, daar vind ik wel een hele goeie gevonden. Ik weet wie dat schreef. Ja, maar die is ook gestoord, die dat schreef. Ja, maar ik was zo gek van die anonieme jongen. Ja, maar dat is net als een soort van wolvenroedel. Laten we zo zeggen, kijk, het vrije woord in dat opzicht is ook een wapen geworden. Het is goed om iemand te kunnen toppelen. Wat is dat, toppelen? Nou, dat ze jou van je voetstukken afkrijgen. Ja, ja. En iedereen zegt bijvoorbeeld wel eens op die shockblocks en weet ik veel wat allemaal van niemand kijkt. En iedereen kijkt ernaar. En ik weet ook van mezelf van, wat zouden ze het toch mooi vinden als ik op een gegeven moment iets over Joden zou tweeten. Ja. Of ik zou iets tweeten over, of weet ik veel. En zeggen, wij hebben het masker. Daar hebben we de antisemiet. Het aap komt uit de mouw. En dan, weet je wel, daar hebben we met z'n allen op staan wachten. Ja. En weer een bruggenbouwer minder. Jij hebt het moeilijk daar in je positionering. In je positionering heb je het moeilijk. Ja, maar ik heb altijd die radar voor mij. Ja. Kijk, in dat opzicht, kijk, ik ben ook niet zo'n idioot die zegt van, ik twitter daar even over Erdogan en laat me gaan. Maar ik was wel in die naïviteit, of laat zo zeggen, het was gewoon wat ik vind.
Nog steeds. Je antwoordt vrouwen sneller dan mannen, zag ik op Twitter. Wat zeg je? Je antwoordt vrouwen mannen sneller dan mannen op Twitter, zag ik. Oh, oké. Okay. Ja, ligt eraan welke. Ja, ligt eraan welke. Maar niet iedereen die krijgt van mij. Sommige heb ik gewoon ook op negeren gezet of zo. Wat is het hoofdonderwerp met Sybrand Buma? Of je bij landelijke politiek gaat? Nee, morgen gaat het over wat zorgen die er zijn over hoe het CDA zich profileert op dit soort vraagstukken. Dus daar ga ik het onder andere over hebben. En de kansen en weet ik veel wat. Dus ik ga straks nog een stukje schrijven, zodat ze dat als aandacht meekrijgen. Zet jezelf neer als de verbinder. De enige man, de enige, een van de weinige mensen die in de twee werelden. Je achternaam is een, als moslim een nadeel, maar het is wel een voordeel. Ja. Al die nadelen die jij hebt, moet je als voordeel aanwenden in hetgeen wat je Sybrand Buma zegt. Ja. Jij moet de verbinder zijn. Ja. Maar snap je dan politiek ook, correcte CDA-figuren? Maar snap je dan ook wel eens dat je dan ook de controverse moet opzoeken? Als je juist die verbinder bent. Kijk, ik kom overal. Dat zeg ik juist serieus. Hè? Ik kom echt overal. Ik kom in mijn raadsperiode ben ik bij de motorclubs geweest en weet ik veel wat. Ik zoek het, in dat opzicht zoek ik het ook op. En ik weet, dan krijg je geen stemmen mee, maar ik wil wel heel graag een verhaal horen. Hè? En daar schrijf ik dan iets over of dan maak ik raadsvragen. Moeilijk om tactisch te zijn, hè? Moeilijk, hè? Maar kijk, mensen hebben dat door. Kijk, als ik jou een hand geef en ik kijk wie is er belangrijker in de zaal, dan heb je ook zoiets van, ga flikkers op. Ja. Toch? Ja. Tenminste, daar hoop ik wel. En, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ben ik met je eens. En ik wil niet bij wijze van spreken die Amerikaanse glimlach hebben en die Amerikaanse houding en zo berekend zijn dat het boter nog vis is. Niet generaliseren, Ibrahim, dat heb je zelf ook heen. Nee, oké, okay, de Amerikaanse politiek bij wijze van spreken. Dat mensen voor jou twitteren, dat mensen jouw uitspraken van tevoren al een beetje, en dat je me loopt te sparen met dingen, dat je geen bel valt over jouw verleden, en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is wel moeilijk. Ik zou het zo gaaf vinden als jij in de Tweede Kamer zou komen. Ja, dan nodig ik jou uit. Samen met mijn ouders, dan ben jij de derde persoon die erbij is. Ja, maar ik ben wel eens een paar keer in de Tweede Kamer geweest. Als ik daar zo sta met mijn twee handen... Met je inhuldiging ga ik op de tribune zitten. Ja. Dan moet je komen. Café Weltschmerz. Maar heb je wel... voel jij het ook dat mensen zich nou warm aan het lopen zijn? Voel je dat? Jesse Klaver is nou ineens... Jesse Klaver! Nee, maar die loopt... Die krijgt gewoon... die wil een grotere overheid. Zijn eigen fractie twittert dat er geen bewijs is dat er met de IS-bootvluchtelingen terroristen tussen zitten. GroenLinks is helemaal van het padje af. Zijn van het padje af. Oké, Jesse Klaver, een omhooggevallen ambtenaar die door omdat hij een Marokkaanse moeder heeft opeens het goed kan uitleggen, heeft een papadag als hoogtepunt in zijn politieke leven gehad. Dat is niks bijzonders. Dat is niks bijzonders. Het volk wil een beetje mensen van de straat af en toe ook een beetje hebben die wat begrijpen. Mensen die wat meegemaakt hebben. Ups en downs. Niet een omhooggevallen ambtenaar die jong lid geworden is van een politieke partij. Nee. Ambtenaar, een beetje zich erin likt en opeens partijvoorzitter wordt. Dan heb je Mascher ook, toch? En hij is aardig. Ja. Ja, aardig is. Aardig man, kan het goed uitleggen. Ja. Die politici is binnenkort afgelopen. Daarom moet je de beuk erin gooien. Maar je moet eerst tegen Sybrand Buma vertellen dat je een verbinder bent. Vind ik. Oké. Okay. Ik neem het mee. Graag. Ja. We sluiten af, ouwe reus. Dank je wel. Dank je. Fijn.